Het Pomologisch Genootschap Limburg heeft het perenlaantje in de Ursulinetuin in Sittard uitgeroepen tot boomgroep van het jaar 2015. Het laantje, een van de pronkstukken van de geheime tuinen van Sittard, is zo'n 100 jaar geleden aangeplant door de zusters Ursulinen, waar 6 perenrassen sindsdien staan te pronken. Met de uitroeping van de bomengroep van het jaar staat er nu een 7e ras bij en deze is geschonken door het Pomologisch Genootschap. En van het laantje, het perenlaantje. Zouden perenbomen een eigen laantje wensen? Hun vruchtbaarheid uitstralen naar de mensen? Willen perenbomen in de Rijn gaan staan? In de houding, onder de zon en de volle maan? Werkt een perenboom daaraan mee? Slechts met een andere peer gaat hij graag in zee. Peren kunnen elkaar goed leien. De takken willen wat met elkander vrijen. Vreemd gaan, daar voelen ze weinig voor. De oproep tot trouw krijgt in hun laantje gehoor. Het vormt een boog als een gewelf naar de hemel. Wie daaronder doorloopt, zonder gezemel, wordt gekozen door de bomen zelf. De keuze is pas na een meter of 11. Bruidsparen wacht nadien een vruchtbare tijd. Zij, de perenbomen, hebben alles goed voorbereid. Of de oorsprong kwam van een Ursuliner non met een heimelijke wens, kan zijn dat het zo begon. Je moet maar denken, we zijn allemaal mensen. Vooral op jonge leeftijd hebben we vele wensen. Die moeten nog rijpen en ook bij de paren in dit laantje. Bij oprechte liefde pinkt elke boom een traantje. Zij blijven achter, zingend zoals de Ursulinen dat deden. Mogen er met liefde nog generaties bruidsparen ons pad betreden. Dank u wel. Waarom is het Perenlaantje genomineerd en waarom hebben ze deze titel gekregen? Dat moest u zeggen. In elk geval, wij hebben het Perenlaantje genomineerd omdat wij vinden dat het aan onze criteria voldoet. Het is historisch. Er zit een heel mooi verhaal achter. Er zijn oude rassen. Het is te zien en te genieten door mensen die er langskomen. Dat is ook een uitgangspunt. Dus dat zijn de argumenten die wij dan bepaald hebben om de titel hier neer te leggen. En wat heeft het PGL met Sittard? In elk geval, wij zijn in Zuid-Limburg erg populair. Hè? De gemeente IJssel en Margraten zijn we kinderneus. We proberen ons natuurlijk hier in Sittard ook bekend te krijgen. Er zijn ook veel mensen lid van onze vereniging die in Sittard wonen. Midden-Limburg is het wat minder. Noord-Limburg eigenlijk ook hier en daar. Maar voornamelijk is ons genootschap actief in Zuid-Limburg. Voornamelijk het hoogstamfruit. Dat doen wij eigenlijk behartigen. Voornamelijk de oude rassen. Ja. En hier staat dit perenlaantje. Er zijn er maar enkele van in Limburg. In Bunde staat er eentje, de Kernoelje. En kasteel IJsde, de Krategus. Nee, wacht even. Een Carpinus Beukenhaag. Dus geen fruithaag, maar wel een laantje, zeg maar. Omdat het zo historisch is, staan we hier. Dus als ik het goed begrijp, het Pomologische Genootschap zet zich in voor het behoud van oudere rassen. Is dat alleen maar in Limburg te vinden of staan er door heel Nederland nog meerdere oudere rassen? Nou, wij zijn een Limburgse vereniging. En er zijn in Nederland een stuk of 8 verenigingen die op dezelfde grondslag werken. Wij werken ook met die verenigingen samen. Er is ook een Europees verband, een en ander, wat georganiseerd wordt. Dus we proberen eigenlijk alles wat met fruit heeft te maken. Met name hetgene wat hier ons kenmerkend is, een hoogstamfruit. De lus is een van de meest vruchtbare grond van Nederland. Proberen wij zoveel mogelijk uit te dragen en te delen. En ook de kennis die er nog bij een heleboel van onze leden is, die proberen we met elkaar te delen, zoals we de komende week een determineringsavond hebben en allerlei andere grootschalige en kleinschalige activiteiten in de regio.